Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe Minecraft Survivor aflevering. Welkom terug in vandaag. Gaan we natuurlijk weer al verder werken aan het heel mooie splinternieuwe panda verblijf natuurlijk. Het is natuurlijk het heel mooie schildpaddenverblijf. De vorige aflevering hebben we natuurlijk gewerkt aan dit hier. Dit wordt de thuisbasis van de schildpadden. Hier gaan ze eigenlijk echt in wonen en slapen, weet ik wat. Ja, maar ik wil hier eigenlijk nog een mooi hek rond gaan plaatsen. En een mooi strandje voor de schildpadden maken. En ook überhaupt ook nog schildpadden zoeken, want ja, ik heb in de buurt... Ik heb wel één keer schildpadden... Wat gebeurt hier? Hallo! Lekker disco of wat? Hallo mensen, wat doen jullie allemaal hier? Is daar een plek genoeg? Ik heb ook geen idee. Nee, ik heb ooit wel schildpadden gehad, jongens. Dat was hier. Zijn toen gedespawned ofzo. Ik weet ook niet eens hoe het komt, maar zijn toen nog stap over gedespawned. Dus jongens, ik wil dus eigenlijk nog een hekje rond gaan plaatsen. Ik denk dan ook een soort hekje zoals dat, maar natuurlijk wel iets tropischer. Dus daar gewoon een tropisch hekje rond maken. Ik ook even concluren op internet voor leuke muren en hekken voor... Of ja, tropisch eigenlijk gewoon mooie tropische hekken voor schildpadden blijven. Uiteraard voor de feest. Moet niet te groot worden, sowieso niet, want ik wil sowieso ook dat mijn farm natuurlijk echt afgescheiden is van mijn dierentuin. Dus ik denk ongeveer tot hier, denk ik. Uiteraard, het moet niet groot zijn, schildpadden blijven, zeker niet. Ik ga even kijken op internet naar heel leuke tropische hekken. Gewoon even voor inspiratie natuurlijk. We zijn terug. 5 minutes later. Misschien eigenlijk wel een leuk, eigenlijk echt iets heel simpel design hoor. Ik heb op zich wel een idee, jongens. Als we hier nu gewoon één jungle wood opzetten. Één jungle wood en dan gewoon een slab daarboven. Die schildpadden die kunnen niet hoger springen dan anderhalf blokje. Kan volgens mij geen enkel dier, denk ik. En dan kunnen wij nog laten overkijken. Ik heb eventjes wat junglewood. Heb ik eigenlijk nog wat junglewood? Even gaan kijken. Oké, even de grens trekken. We kunnen op zich wel vanaf hier beginnen. Dat is wel echt heel groot, hè. Weet je wat we doen dan gewoon? Het was sowieso dit even opvullen of sowieso wel een beetje plat maken. Gaan we echt een rechte lijn werken of gaan we een klein beetje kronkelig? Pak daar of zo. En dan pak ook tot hier is het maximum, denk ik. Ja, hier is het maximum. Ja, ik wil ook niet in te inrichte lijn gaan, maar doen we zo. Dan doen we zo. Dan doen we tot hier ongeveer. Ik denk dat het wel leuk lijkt, hè. Ik wil hier nog een beetje naar onder gaan. Dan gaan we nog zo. Dan gaan we daar zo gewoon een leuke een grote bocht in maken. Zo. Zo. En dan tot hier, want hier is natuurlijk allemaal sneeuw al, hè. Dus ja. Zo. En dan zo. Ja, dit vind ik wel groot. Dit is groot genoeg. Doe iets tenzij het schildpadden. De omtrek is gemaakt. Ik heb even het bed er trouwens bij nemen. Ik moet ook sowieso even die kist en zo weghalen. Hoor, daar. Bij mijn pannenverblijf. Maar ja, mond is een beetje handig. Want ja, je zit zo vol met allerlei spullen. Ik moet dat eens een keertje leeg maken. Eerst even gaan slapen. Hè. Ik leg een bedje. Ik heb trouwens ook even een vraagje voor jullie. Voor de meeste mensen die mijn Minecraft video's al een tijdje kijken, die weten dat ik natuurlijk een dier aan het bouwen ben. Je hebt natuurlijk al een voorkooipannenverblijf, nu ook een schildpaddenverblijf en ook een aquarium daaronder. Maar ik wil ook misschien een ingang maken voor mijn dierentuin. En ik ben misschien wel een plan om die misschien gewoon hier te maken. Als ik mijn ingang nu gewoon eens een keertje hier maak. Ja, gewoon een stomme ingang hoor. Gewoon echt een mooie poort voor mijn dierentuin, zeg maar. Dan ook echt allemaal van die mooie padjes gaan maken naar alle attracties. Ja, attracties, alle kooien natuurlijk, hè. Alle verblijven. Dus jongens, als je graag wilt dat ik een poort maak, laat het zeker weten in de comments, wat zeker was gewaardeerd. En misschien kom je wel op de Wall of Fame, uiteraard. Even kijken natuurlijk, er is al één boom gegroeid, lekker bezig. Oké, even kijken. Ik kan nog niet het water beginnen, dat doe ik als laatste. Nee, eerst even, ja tuurlijk, Robin, dat kan ik vergeten. Want eerst even plat maken. Want die is te veel hoogteverschil, dus ik ga even een klein beetje platter maken. Dus we moeten heel deze zand erop weg hier. 5 minutes later. Dat is misschien een beetje wat meer mooier, hè? Denk het wel. Oké. We gaan natuurlijk even beginnen met de muur natuurlijk, de mooie muur. Even concluderen. We gaan natuurlijk hier meteen beginnen. Dus het ding is eigenlijk, jongens, we doen dat gewoon even dit. Dus eigenlijk gewoon één dingetje en dit. Oké. Wat doen we natuurlijk met omslagingen? Doen we dan gewoon zo. Oh, verkeerd. Gewoon zo denken, ja, dat is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Zeker mooi. Ik wil ook wel zien dat de schepen natuurlijk niet uit kunnen, dus we willen ook volgende keer... Rechts eens een keertje een uitvoering doen of als dat natuurlijk al vast zit. Maar ik denk gewoon als dit, kun je misschien ook gewoon dit doen, hè. Zo denk ik. En het is ook wel mooi. Zo. Oké, ik heb al te weinig. Nu al, maar het is even slapen, want het begint 2 uur nacht te worden. Oké, even een crafting table bijpakken die ik niet bij heb momenteel.
Eentje maken, plakken. Oh, wat? Ik ga er wel een eentje bij? Oké. Okay. Wat slaps te maken, hè? Allemaal slaps. Dankjewel, 60 slaps. Erg bedankt. Als, weet je wel, als we dit nu misschien zo maken. Zo doen. Nogmaals zo. En dan hier zo verder. En dan hier misschien een klein beetje... Zo. Ja, dit gaat nog wel, hè. Ja, dit toch. Dit moet zo geduurd worden. En geen zand er toe. Zo. Ja, dit is wel goed zo, hè. Ja, perfect. En dan waren vier natuurlijk gewoon zo. En die gaat natuurlijk gewoon verder, hè. Oké. Okay. Dacht, we kunnen er overheen kijken. Maar ik heb hem een klein beetje vergist, volgens mij. We kunnen er niet echt meer overheen kijken. Wat we wel kunnen doen, is eigenlijk ook hier slaps plaatsen voor ons. Dat we hier gewoon op kunnen staan en kunnen kijken. Maar de schildpadden kunnen dat niet. Dat is misschien wel een leuk idee. Ja, vind ik wel een leuk idee. Dat is ook wel gevaarlijk voor zombies, hè. Moesten zombies daar ook op, die edge willen gaan pakken. We zullen wel zien zo meteen. Dan gaan we vanaf hier al een klein beetje zo. Zo. Dan hier, ja. Ik denk dat we dan zo gaan gaan. Maar ook te hoog dan? Eigenlijk niet, hè. Eigenlijk zou het niet te hoog moeten zijn. Maar ik ben bang dat de schildpadden hierop kunnen gaan geraken. Zo, dan doen we zo. Dat kan zeker niet andere mensen erop. Monsters of zo. Zo, oké, okay, even wat boompjes hakken natuurlijk. Ik heb echt nog heel veel hout nodig. Hier natuurlijk verder naar beneden. Dat zijn al meteen drie blokken. Hier natuurlijk gewoon verder met één blok. Doen we één blok? Ben precies wel moeilijk, één blok. Ja, we doen het gewoon zo. Oké. Van dat binnenkant ook even proper maken natuurlijk. Kijk, een schildpadden hier zo over. Voor zekerheid dit weglaten hier. Oké, nu even op dit natuurlijk, hè. Ja, dit gaat nog heel groot worden. Oké, wat we gaan doen is natuurlijk... Goeie vraag wat we gaan doen, jongens. En dan goede vraag, dat kan ik wel zeggen. Maak gewoon dezelfde muur, maar dan gewoon het water. Wees even... Ik heb sowieso eerst heel veel hout nog nodig, want ik heb heel weinig hout. En met plaats hier gewoon even zo'n één grote boom. Pam, 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 pam. Even vaak dit even natuurlijk, zo. Even kijken, heb ik bones bij mij? Nee, geen bones. Even bones gaan halen. Ik heb nog 20 botten. Oeh, pak er een stuk of 5. Ja, ja, ja. 15 boommeel. Oké, okay, zou wel goed genoeg zijn volgens mij zeker. Even concluderen. Ja, wow, ook een grote boom trouwens, joh. Holy pola. Is wel echt, het is heel veel hout. Nice, man. Oké, okay, even een haken. 5 minutes later. En ik heb, jongen, ik heb bijna 3 stacks. Jongen, 3 stacks en 10, dat is echt enorm veel. En enorm nice natuurlijk, hè. Ik heb ook zo'n volle inventory, hè. Even wat spullen droppen die ik echt niet meer nodig ga hebben. Oké. Okay. Ja, het water even concluderen natuurlijk. Hè. Ik ga wel daar beginnen trouwens. Ja. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we nu gaan beginnen natuurlijk. We gaan wel volgens mij wel juist boven het water laten uitkomen. Hè. Of kunnen schildpadden, volgens mij kunnen schildpadden dat wel opnemen. Nee, jongens, moeten het zo gaan doen. Zo, ja. Het wordt gaan zo boven het water uitsteken. Ja, op zich. Dat is ook niet ramp natuurlijk. Hè. We gaan wel heel diep onder water moeten gaan. Zo, dit is al één rij, een rijtje. En dat kost mij al een halve stek. Ja, ik kan misschien best even het skelet maken. Misschien ook wel handig, het skelet gewoon. Zo. En zoiets ongeveer. Best is. Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Wauw, jongens, dit kostte me echt veel te veel. Het ziet er wel gaaf uit. Ik moet misschien een klein bordje maken. Nu zo hier gaan doen. Even naar beneden simmen natuurlijk. Gaan we nu zo doen. Ja. Ook wel leuk, I think. I hope. Oké, okay, nu staat het op. Oké. Okay. Even weer een grote bom raken, jongens. Op zich, het gaat op zich ook wel nog, maar het is wel echt heel veel hout dat er echt verloren. Ja, nu niet verloren gaat, maar toch wel verloren gaat. Ik heb het nog, ik niet meer. Ja, weer een bom erbij. Het is wel een kleiner, denk ik. Het is een veel kleiner, denk ik. Of niet? Geen idee. Verder hakken, jongens. Ben je benieuwd hoeveel hout ik hiervan ga. Hupsa. Oké, alles heb ik nu. Nog wat saplings erbij. Nice. Oké, het is wel geen stack. Allee, 3 stacks, maar toch wel anderhalve stack. Oké. Okay. En dan kijk ik natuurlijk gewoon weer even rechtdoor. Besef, jongens. Zo'n, volgens mij, nee, 3 zijn maar 3 stuks, hè. Zo'n 3 stuks was bijna een stack. Maar we zijn er op zich al bijna. Nog iets meer dan de helft. Dan zijn we er. Zeg, kunnen we nu ook al een bordje maken. Hè? Als we nu zo een subtiele bord gaan maken, dan komt dat op zich wel heel mooi uit. Even kijken of dat ook echt effectief ook zo klopt. Vanaf hier, zo gaan. Ah, even eten, want... En vanaf hier, dan komt het zich wel mooi eruit. Ja, ja, dat is wel wat, hè. Even eenmaal uittekenen, trouwens. Nu ben ik hier opeens. Nou, nu zijn we er al voorbij zelf. Dan moeten we daar even een stukje rechtdoor.
Eigenlijk is vanaf daar ongeveer. Nou, we zullen wel zien zo meteen. Eerst het verhaal verder in plaats. Het is niet zo ver niet meer hoor, maar toch. Nou, oké. Okay. Weer al op jongens, weer al op. 5 minutes later. Hey, ik ben er weer al aan het opzetten. Kijk jongens, één tip als je zo'n boom naar beneden wilt gaan. Gewoon een toertje maken, hè. En dan val je ook naar beneden. Maar ik heb iets verkeerd gedaan. Gewoon zo lekker draaien en dan komt alles wel goed. We hebben nog zeker nog... zes sticks hout nodig, denk ik. Nog zes sticks. En weer al op. En ik heb een klein beetje kunnen bijbouwen. Oké, volgende boom. Hallo, boomiel. Hallo, doe je werk. Het kostte hoeveel? 9 boomiel of zo? 9? Of nee, volgens mij zelfs 10. Jongen, ja, dat is wel heel spijtig. Ja, zoveel kosten. Ja. Wel een heel hoge boom trouwens. Dat is wel nice hoor, maar het is een heel hoge boom. Nee, wees maar zeker dat het een hoge boom is. Nou, we zijn nu wel boven, maar. Dat was een heel hoge boom. Kijk. Perfect. Psa. Maar is het op zich wel mooi zo eigenlijk als dat zo schuin gaat? Allee, zo'n... Ja, op zich, dat is wel mooi op zich, ja. En dan kun je hier op zich ook nog eventjes een mooi bordje maken zometeen. En dan gaan we hier al richting strand, hè. Oh, het is nog altijd niet. Ja, oké, kom hieruit, hè. Dikke prima. Opsa, oké, we hebben nog een klein stukje nodig volgens mij, ja. Of ja, misschien nog een hele stek. Ik weet het. We zijn wel klaar, jongens. Op zich ziet het er heel mooi uit, hè. Ja, het ziet er heel mooi uit. Daar ben ik wel blij mee, eigenlijk. Ja, sowieso wel. Even nog een klein boompje hakken, jongens. Ja, toch een grote boom. Ja, we pakken een keer een grote boom. Hupsa, oké, hupla. Weer lekker bijna twee steks. Nee, we hebben twee. Ja, bijna twee steks hout. Dikke nice. Ik heb wel te veel dat er nog hout in zit, maar ja, we zien wel. Even dit ook even hakken, trouwens. Even dit ding kapot, want er zit nog één blokje hout in. En dat moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Zo. Hupla, oké. Oh, val ik in het water, jongens. Wat een. Wat een anticlimax. Oké, wat een feest. Dames en heren, dit is momenteel klaar. Moet ik het zeggen? Momenteel is de omheining er rond klaar. Ziet er helemaal uit, naar mijn mening. Ja, ik heb er niet spijt van. Nee, ik heb er geen spijt van dat ik het niet anders heb gemaakt. Nee, het is echt wel mooi zo. Het is zeker enorm mooi zo, uiteraard. Ook van A4, ja. Op zich kun je zo niet veel zien, maar als je hier gaat staan. Natuurlijk wel, hè. Enorm mooi, uiteraard, wat een feest. Ook hier aan de zijkant was me ook echt allemaal goed hier. Geen deurblokjes die zichtbaar zijn ofzo. Ik heb natuurlijk eventjes wat meer mooier gaan maken hier. Dus ik stel voor dat ik eventjes... ik heb natuurlijk nog boommeel. Ja, dat ik gewoon dit puur doe, hè. Zo. Een beetje natuurlijk, hè. Ik weet niet, jongens, even kleuren wat de rest heeft in zijn schildpadron bij. Ik zie dat mensen soms campfires hebben. Soms hebben ook een boom erin staan. Een boom. Zou ik hier een boom in verwerken? Nee, denk ik niet. Op zich is dat ding echt al een boom op zich. Dus op zich is niet meer een boom nodig. Ik vind niet echt op zich niet veel designs daarvoor. Ja, hier trouwens een paar... Wow, ziet die vissen hierin, joh. Dat is toch wel ook wel nice trouwens, zoveel vissen hier. Ziet er wel heel leuk uit. Ja, echt op zich niet veel designs, jongens. Dat moet ik even wel toegeven. Ik zie wel dat mensen soms werken met van die slabs. Hier slabs leggen. Ik hoop ze ook wel hier slabs gaan leggen. En ik wacht even de eerste slabs maken. Nu heb ik 18 slabs. Ja, dat is wel meer dan voldoende. Zeker en vast. Oké, okay, dus eventjes hier een laagje. Dat moet ook even meteen veranderd worden. Moet even zeker zo worden. Sowieso. Zo, en dan kun je hier op zich ook wel een slabje plaatsen. Zo, een slab. En dan hier natuurlijk nog iets minder. Zo. Ik heb te weinig. Oké, momentje. Zo, en dan heb ik nog 6 slabs erbij. Is er genoeg 6 slabs? Ik hoop van wel. Nee, niet genoeg. Op zich hier. Zou ik ook niet zand maken hier? Denk ik dat ik ook misschien liever zand zou maken, denk ik. Dat vind ik een moeilijke neer gezegd. Ja, weet je wat? Laten we wel gewoon zo. Maar even nog 6 slabs bijmaken. Nog 6. Dat moet wel voldoende zijn, neem ik aan. Pam. Okay. Op zich hier vind ik het niet echt heel nice, eerlijk gezegd. Zo aan doen, denk ik, en dan dit weg hier. Ja, dat is wel iets beter. En dan zo misschien.
Ja, dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Hè? Op zich, ja, wat kunnen we op het zand nog plaatsen voor schildpadden? Volgens mij is zo op zich wel goed, denk ik hoor. Dames en heren, ik wil van jullie weten wat jullie hierin willen. Natuurlijk schildpadden, maar ik bedoel natuurlijk van decoratie. Ik heb natuurlijk hier al wat slips geplaatst, ook een klein beetje gras daar. Maar voor de rest, wat moet hier nog in zitten jongens voor de schildpadden? De volgende keer gaan we ook schildpadden zoeken natuurlijk en ook schildpadden hierin zitten. Maar momenteel heb ik geen tijd meer om dat te doen, want dat zal een beetje laten. Hè. Maar ja, dames en heren, zou zeggen, laatst ik weet jongens wat ik hiermee moet doen qua decoratie. Zou echt enorm fijn zijn. Misschien kom ik wel de Wall of Fame. Uiteraard met zijn naam en jurk. Maar voor nu, dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende Minecraft aflevering. Bye bye.